Maar goedemorgen Perry, een vrij zeldzaam beeld zojuist. De directeur hangt zelf de vlag op bij de ZB. Wat is daar de reden van? Ja, dat doe ik niet elke dag, zoals je begrijpt. Ja. Maar we hebben wel wat te vieren vandaag. Het is 5 jaar geleden dat de Verenigde Naties hun SDG's hebben gedefinieerd. Strategic Development Goals, met een Engels woord. En dat gaat heel erg over duurzaamheid en een betere wereld en minder ongelijkheid. En wij als ZB steunen uiteraard die doelen, zoals heel veel instellingen in Nederland. En dat laten we zien door de vlag te hijsen vandaag. Maar die doelen gaat onder meer, dat gaat over geen honger en goed onderwijs, dat soort zaken. En wat is de directe link tussen de ZB en die doelen? Er zijn er twee. Je kunt bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid kun je gewoon concrete dingen doen. En gescheiden afval, zoals heel veel instellingen doen, wij ook. Maar over 2 weken gaat ons eerste elektrische bibliobusje rijden. Daar heb ik ook over gelezen, daar ben ik bij. Bij de start. En dat is een begin van het gewoon elektrisch rijden en bijdrage aan duurzaamheid. En we proberen eigenlijk op allerlei gebieden daar ook voorop te lopen. Ja, dus het is dus een hele duidelijke link. En hoe lang blijft die vlag hangen? Is dit één dag of is het voor een langere periode? Wat mij betreft mag die wel even blijven hangen, want de ZB-vlag is nu weg. Maar ik denk dat we volgende week weer dat je de ZB-vlag weer ziet. Nou, dat is heel goed. Duidelijk verhaal. Dankjewel voor je tijd. En hou het duurzaam, zou ik zeggen. Doen we. Okay.